Ik denk dat HR zeker en vast een rol heeft in werkplek leren. Het is zeker niet alleen de verantwoordelijkheid van HR. We zien meer en meer dat het eigenlijk heel erg cruciaal begint te worden voor organisaties. Organisaties hebben het vaak nodig om zowel duurzaam te zijn, competitief te zijn. Zeker in Vlaanderen en België in de breedte hebben we een heel erg kenniseconomie, waar kennis echt onze belangrijkste grondstof is. Dus we moeten daaraan gaan werken. En werkplek leren is een hele goede manier om eigenlijk aan die grondstof die wij zo uniek hebben, om die eigenlijk te gaan voeden en optimaal te gaan inzetten. Dus het is zeker niet alleen een verantwoordelijkheid van HR. HR heeft wel een belangrijke en coördinerende rol daarin. Ze zitten eigenlijk in een ideale positie om een trekkende rol te zetten, om samen met de business de lijnen te gaan uitzetten, maar evenzeer om die condities te gaan creëren, om de leidinggevende daarin te gaan ondersteunen. Want de leidinggevende is eigenlijk ook heel erg belangrijk voor het leren van een werknemer. Nu, die leidinggevende, dat is ook niet de kern van die zijn job of van haar job, dus die kan er best wel wat ondersteuning in gebruiken. Dus HR heeft zeker en vast een belangrijke rol in die aansturing, in het uitzetten van het beleid. Maar het is een verantwoordelijkheid van de gehele organisatie.